Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we brede opklaarsgebieden, maar ook stapelwolken. En die wolken die leveren buien op. De opklaarsgebieden daar schijnt de zon uiteraard. En dat is dan dus ook het weerbeeld voor vandaag. Een afwisseling van zonnige perioden en stapelwolken. Dan kunnen stevige buien langstrekken met onweer, met hagel en ook met windstoten. Vanmiddag blijft dat eigenlijk min of meer zo. Temperaturen erbij 17 à 18 graden, misschien lokaal 19 in het zuidoosten en 16 graden op de Wadden. Stevige wind aan zee weer 6. voor voor op de Wadden af en toe windkracht 7. En tijdens de buien zijn ook nog windstoten mogelijk. Vanavond neemt de buigheid af, ook vannacht slechts een enkel buitje, en morgen overdag dan neemt de buigheid helaas weer toe. Opnieuw kans op een lokale onweersklap. Aantal buien is morgen wel iets minder dan vandaag. De temperaturen zijn nog steeds laag voor de tijd van het jaar. Het wordt 17 tot 19 graden, en er staat morgen minder wind. Vrijdag zet de verbetering langzaam door, dan zijn er flinke zonnige perioden en staat er weinig wind. Temperaturen dan rond 20 graden. Ook in het weekend verwacht ik droog weer. Het kwik gaat dan verder omhoog. Zondag kunnen we weer een beetje van zomerweer spreken. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl